Op de vooravond van Pinkster zijn we te gast in het leerhuis van de kerkvaders. De verantwoordelijke daarvan, Joris van Aal, is ook een iconenschilder. En daarover spreek ik graag met de bisschop van Brugge, Lode Aerts. Omdat het beeld van de drie-ene God soms moeilijk is, kan het helpen aan de hand van een icoon daarover te hebben. Wat zien we eigenlijk op die icoon? Welk tafereel is daarop afgebeeld? Wel, de iconenschilder helpt ons een beetje door de titel bij te schrijven. Het gaat om, zoals je kunt lezen, de gastvrijheid van Abraham. Dat is een prachtig verhaal dat we in het boek Genesis vinden. Hoe iemand voor het eerst in onze geschiedenis God heeft ervaren, God op het spoor heeft gekomen. Het gaat om Abraham, die met zijn vrouw Sarah een onverwacht bezoek ontvangt. Het is op het heetst van de dag, vertelt het boek Genesis. En er zijn drie vreemdelingen die komen aankloppen om gastvrijheid te krijgen. En dan moeten we heel wat eeuwen verderop gaan. Rond 1425, in een Russisch klooster, heeft een monnik, broeder Andrei Rublev, dit ondertussen wereldberoemde icoon vervaardigd. Hij heeft dat geschilderd om te proberen weergeven onder welke manier God zich heeft laten kennen. In dat op zich bijna ja, toch vreemde verhaal van de gastvrijheid van Abraham. Laat ons eens naar dat tafereel kijken, want meteen wordt het Bijbelse verhaal hier ook voorgesteld. We zien een tafel. Aan die tafel zijn drie gasten. Het verhaal vertelt hoe de ondertussen al bejaarde Abraham en zijn vrouw zich echt uit de sloffen lopen om, het gebeurt op het heetst van de middag, we zitten in het Midden-Oosten met een broeierige warmte, iedereen is normaal aan het rusten, aan het siesten, en die drie vreemdelingen staan daar omdat ze honger hebben, omdat ze nood hebben aan een thuis. Vreemdelingen, ik moet het u niet zeggen, waar wij vandaag angst voor hebben. Vreemdelingen die we met allerhande quota proberen af te houden. En net wanneer iemand zich openstelt voor een vreemdeling, voor iemand die niet van hier is, dan kan er iets wonder gebeuren. Dan laat God zich blijkbaar kennen. Er wordt verteld hoe Abraham een gigantische hoeveelheid brood laat bakken. Er is voldoende voor 1000 koeken, 1000, eerlijk gezegd. Er wordt een volledig kalf geslacht, er wordt yoghurt bijgehaald en dat alles wordt aan tafel gebracht. En daar zijn die drie vreemde gasten. Die bezoekers, dat moet ik er wel bij zeggen in de tekst, worden nu eens als één persoon voorgesteld en dan weer vaak in dezelfde regel van dat verhaal. Het is heel mysterieus. In dezelfde regel is er ook sprake van drie mannen die daar plots staan. En de tekst geeft een soort leessleutel door meteen te zeggen bij het begin, in die dagen gebeurde het dat de Heer aan Abraham verscheen. De Heer, hè, Adonai in het Hebreeuws, in de grondtekst, dat is God zelf. Maar dat is ook meneer. Ziet u, er is een soort dubbelzinnigheid, God zelf, die zich blijkbaar in een vreemdeling kan laten kennen. En die tegelijkertijd een soort gezelschap is, die niet alleen is, die geen eenzaad is. En daar gaat het om bij die ontmoeting van de gastvrije Abraham. Er zijn drie figuren die eigenlijk samen horen en die, bemerk, hè, heel graag, zo staat het letterlijk, heel graag aan tafel gaan. Rublev, de monnik, heeft hen op een hele slanke manier voorgesteld. Eerlijk gezegd, ze maken mij jaloers wat hun taille betreft. Normaal is ons hoofd ongeveer het zevende van onze lichaamslengte. Hier is het bijna 1 op 17. Jeugdige, slanke, elegante personen worden door Rublev voorgesteld. Bemerk ook hoe hij door die rondingen aan het hoofd, in de vaktaal, een aureool, een soort gouden stralenkrans, die duidt op goddelijkheid, op vreugdeoog, op iets wat kostbaar is en van elders komt, hoe hij hierin al een cirkel afbeeldt. Maar er zijn nog meer cirkels. Er is een hele grote cirkel die de drie figuren die rond de tafel zitten eigenlijk
omspant. In de codetaal, laat ons zeggen, van de iconenweergave, is het ronde, dat geen einde heeft, een soort signaal van het goddelijke, van het hemelse. God zelf, in die drie figuren, die komen bedelen om gastvrijheid, God zelf komt graag aan tafel van de mens. Het menselijke, het geschapene, wordt in dezelfde iconentaal voorgesteld met een vierkant. Onze aarde, hè? Denk aan het moment waarop men die nog niet als rond ervaart, maar denk dat het een vierkante vlakke oppervlakte is. Onze aarde met de vier windstreken is hier voorgesteld, maar die aarde is omringd door een goddelijkheid die blijkbaar heel graag aan tafel komt. Er zit ook, als ik dat nog bij kan zeggen, een soort code, bijna een geheimtaal met een groot woord, een soort code in de kleurencompositie. De drie figuren die hier zijn voorgesteld, hebben alle drie een blauwe mantel. Het blauwe, dat is niet zo moeilijk, staat voor het hemelse, voor het goddelijke. Maar bij de drie figuren wordt dat hemelse blauw afgewisseld met nog een andere kleur. Ook hier weer komt het aan op de kennis van de code. De linkerfiguur heeft een gouden bovenmantel. Een mantel die verwijst naar het goddelijke, naar het pure goud. En die de eigenlijke wezenheid, de echte goddelijke kern van dat hemelsblauw, voor een groot stuk nog omvat. De middelste figuur, die is bij manier van spreken 50-50 in de kleuren van het hemelse, met het blauw, en van het aardse, met het bruine en purperen. Hier moeten we, in die centrale figuur, moeten wij christenen de Christusfiguur zien, de Zoon van God. Hij die voortkomt uit die goddelijke bron die aan de linkerkant zit, die we de Vader noemen. De rechterfiguur, we naderen ons feest van Pinksteren, de rechterfiguur staat voor de geest. Degene die met het groen de vitaliteit brengt in de hele kosmos, in de mensheid, in al wat leeft, zit dat goddelijke en, van enorm belang, het goddelijke. Dat eigenlijk ook verwijst, nu komt het op onze kleuren aan, naar het hemelse van God de Vader, naar de aardse gestalte die het in Jezus heeft aangenomen en die ons met zijn groene vitaliteit allemaal wil bezielen. Dit alles komt bij de mens aanwezig, als we er ons, zoals Abraham, voor openstellen. Ik vertel dat allemaal omdat het mij helpt om iets van Pinksteren te verstaan. Pinksteren, het feest van de geest, is eigenlijk een soort voltooiing. Een heel belangrijk feest, is vaak onderschat. De voltooiing van de twee andere grote feesten die christenen vieren. Alle christelijke kerken, en vaak veel mensen die maar zelden naar de kerk komen, zullen weten, ja, kerstmis, dat is een heel belangrijke dag. Kerstmis is het feest waarop God zelf, laten we maar zeggen, de figuur van het hemelse blauw, ook een mantel begint te dragen van onze aardse kleuren. Kerstmis is het feest waarop God zelf zich in een mensenkind laat kennen. Het is het feest, laten we het nu eens heel eenvoudig zeggen, van de middelste figuur. Gods Zoon wordt één van de onze. Hij wordt een mens zoals u en ik. Dat is kerstmis. Pasen zou we kunnen zeggen, zeg een stap verder. In deze mens is het blauwe van Gods liefde zo sterk dat het alle dood, alle louter menselijkheid kan overwinnen. Dat het dat menselijke kan voltooien, dat zelfs de dood en de mislukking en het verraad en de pijn, de zorgen, denk aan de coronapandemie van vandaag of de oorlog of de ziekte die mensen kwelt, dat het alles overwonnen kan worden. Liefde is sterker dan de dood. God zelf, die we Vader noemen, die zich voor het eerst in Abraham bij die gastvrije ontmoeting heeft laten kennen, die overwint alles wat het menselijke naar beneden haalt. We hebben het feest van Jezus' geboorte met kerstdag. We hebben het feest van Pasen, waar dat de liefde overwint. Maar even belangrijk, en dat is mijn punt, even belangrijk is het derde feest. Het derde grote feest, ten onrechte onderschat,
is het feest van Pinksteren. Het feest van de geest waarop diezelfde vitaliteit van God die we in Jezus van Nazareth hebben gezien, die we hebben zien overwinnen op Pasen, dat wordt een energie die ook mij bezielt, die al wat leeft wil bezielen. Dat noemen we de geest. En het mooie van wat Rublev heeft geschilderd, is dit. Die vitaliteit die in een mens aanwezig kan komen, en waar we met Pinksteren voor openstaan, die vitaliteit is niet anders dan wat we in Jezus hebben meegemaakt. Een christen, die vrouw of die man die zich aan Jezus toevertrouwt, wordt met dezelfde bezieling gesterkt als ooit Jezus zelf werd door diezelfde geest gedragen. En het gaat daarin om nog min nog meer de kracht en de energie die van God de Vader uitkomt. Die drie zijn één. Rublev stond erop om drie dezelfde figuren voor te stellen. Het gaat voor een christen drie keer om dezelfde God. De God die eigenlijk ons te boven gaat in de liefde die mij enorm overtreft, die we Vader noemen, met een beeld. Het gaat op dezelfde manier om diezelfde goddelijke kracht in de figuur van Jezus, een mens zoals wij, waarin dat God zich laat kennen. En precies datzelfde, diezelfde goddelijke energie, diezelfde goddelijke adem, die wordt elke mens gegeven in de geest. Als ik even het icoon mag verlaten en wijzen op het eenvoudige teken van het kruis, hè, dat een christen kent, een kruisteken, dan gaat het om diezelfde drie namen die worden genoemd. De naam van de Vader, de Zoon en de Geest. En de bewegingen tonen precies dezelfde dynamiek. Heeft u er al op gelet? Bij het uitspreken van de naam Vader gaat ons hand omhoog. Orthodoxe christenen gaan zo mogelijk hun hand nog wat hoger steken. Want het gaat in die vaderlijke liefde om iemand die ons enorm overstijgt. Als ik het alleen maar op mijn voorhoofd doe, is het ook al voldoende. God gaat mij te boven. Hij komt van elders, met een beeld natuurlijk. God komt van elders, maar hij wordt in Jezus, op dezelfde manier als hij is, één der onze en hij raakt onze aarde. We gaan met onze hand naar beneden. Orthodoxen doen er graag nog een schepje bovenop en gaan ons daarin voor. En zullen de aarde raken. Zo maken ze een kruisteken. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Bij die derde figuur, bij het uitspreken van Gods geest, wordt er naar het hart gegaan. Omdat God niet alleen boven mij gaat, niet alleen met mij gaat in Jezus en één der onze wordt en zelfs mijn miserie aanraakt, maar zelfs in mij, in mijn leven, in onze schepping, in onze natuur, hoe bedreigd hij ook is, komt wonen. Vader, Zoon en Geest zijn drie uitingen van dezelfde Godheid die liefde is, die we in Jezus hebben gekend en die in al wat leeft aanwezig is. Dat wou Rublev tonen. En misschien nog een laatste element. Hij heeft, dat ziet u meteen hè, bij deze voorstelling, hij heeft de gastheer en de gastvrouw niet vermeld. Hij heeft die niet een plaatsje gegeven op het schilderij. Vond hij het te min om die twee oude en broze mensen te schilderen? Natuurlijk niet. Hij had alleen niet genoeg plaats. Want, weet u, als het waar is dat de rechterfiguur die we vieren op Pinksteren, als het waar is dat de Heilige Geest iedereen bezielt en in iedereen komt wonen, wou Rublev eigenlijk iedereen op het icoon krijgen. Dat is wel een beetje moeilijk, want het gaat om zeer veel mensen. Misschien kon Rublev het nog niet voorzien, maar we zijn vandaag al gauw met ruim 1 miljard volgelingen die zich kinderen van Abraham noemen. Mensen die God op de een of andere manier hebben ervaren. Meer dan 1 miljard christenen zijn er. En doe er nog eens minstens evenveel bij als u de zonen van Ibrahim, als u er de islamieten ook wilt bijtellen, de Mohammedanen die ook Abraham als hun vader beschouwen. En terecht. Meer dan 2 miljard mensen. Hoe krijg je die op een icoon? Het is wel wat veel. Maar het geniale van de grote schilder Rublev is dit geweest, dat hij het perspectief op een eenvoudige manier heeft omgekeerd. Wat normaal, wat veraf is, wordt klein afgebeeld. Uiteraard in ons perspectief, in onze perceptie. Hij heeft het omgekeerd.
Hij heeft, u kunt het goed zien, aan de voetbanken, maar ook aan de rest hier van de hele compositie, hij heeft wat verder staat, zoals de zoon, niet kleiner, maar groter afgebeeld. Zodanig dat de vrouw of de man die hier voor het icoon bidt en zich tot die afbeelding richt, een icoon is trouwens voor iemand die in de orthodoxe kerk is, daar kunnen we trouwens van leren, een aanwezigheid van God, een venster op de hemel, die gaat het meteen aanraken en vereren. Wel nu, wie hier voor zo'n icoon staat of kielt, die zal door het omgekeerde perspectief meteen zich bijna in de presentatie, in de afbeelding, ingezogen voelen. Er is overigens niet toevallig aan de tafel nog één zijde vrijgehouden. Dat is een stoel die er staat voor u en voor mij. Of zelfs voor ruim 2 miljard mensen die mogen aanzitten aan een ontmoeting waar God zelf gastvrijheid heeft gekregen van Abraham. Willen wij ook die gastvrijheid bieden, dan worden we gelijk Abraham en gelijk Sarah. Dan worden we kinderen van die voorouders van ons geloof en wordt Gods geest een realiteit in het leven van vandaag, in het leven van zoveel mensen die bewust of onbewust leven geven en die daarin tonen dat ze door Gods geest zijn bezield. De geest van vitaliteit die we hebben gezien in de figuur van Christus en overigens van heel zijn volk. En die de glimp van God, die liefde is, op aarde brengt. Dat is wat met Pinksteren wordt gevierd en wat we met een wat moeilijk woord, hier staat het trouwens in het Grieks, drie-eenheid noemen. De heilige drie, hij, Hagia, Trias, een drieheid die goddelijk is. En die eigenlijk niet een of andere eigenaardige rekensom geeft, alsof één gelijk zou zijn aan drie, maar die duidelijk toont, God zelf is niet een eenzaad. God zelf is dynamiek, God zelf is gezelschap en wil het gezelschap van mensen opzoeken. God is, het zijn maar mensenwoorden, maar wij hebben geen andere. God zelf is vaderlijk in al zijn genegenheid en goedheid. We noemen hem de Vader. Hij wordt één van ons in de mens Jezus, die zo met hem verbonden is, met de Vader, dat we hem de Zoon noemen. En hij wordt onze lotgenoot, hij wordt degene die ons bezielt in zijn geest. Eén God in drie personen, die niet liever wil dan met ons verbonden te zijn en die hoopt op gastvrijheid in de wereld die hij zelf altijd omringt, die hij zegent en waarin hij zichzelf aan ons wil geven. Ik wens u een zalig Pinksterfeest.